De nieuwe bankwet, die eerder dit jaar is afgekondigd, bevestigt het onafhankelijk functioneren van de Centrale Bank van Suriname, CBVS. Minister Stanley Ragubarsing van Financiën en Planning reageerde gisteren in de Nationale Assemblée op eerder gestelde vragen van leden van het parlement over de rechtmatigheid van de leiding van de moederbank. Ragubarsing zegt dat de onafhankelijkheid van de centrale bank niet betekent dat de bank op een eilandje functioneert. De moederbank staat midden in de gemeenschap. En wat die nieuwe bankwet onder meer heeft gedaan, is het overleg, voordat besluiten genomen worden, dat overleg beter structureren. Fouten die zijn gemaakt door centrale banken in het verleden, ook door onze centrale bank in het verleden, zijn niet gemaakt door de eenvoudige medewerkers. Die fouten werden gemaakt in de leiding vanwege het feit dat er absolute macht was bij presidenten en governors van de centrale bank en die samen met leden van de regering die macht ook exerceerde. Die nieuwe bankwet, ik denk dat, voorzitter, dat het past om te zeggen dat uw college de samenleving een grote dienst heeft bewezen door die onbeperkte macht in te dammen. De nieuwe bankwet moet volgens de bewindsman niet gezien worden als een beperking voor de governor, maar als een instrument om afstemming te laten plaatsvinden met directeuren. Ragubarsing geeft ook aan dat de nieuwe bankwet niet wegneemt dat de persoon die de bank in en buiten rechten vertegenwoordigt de governor is. Voorzitter, dus ik denk dat als er enig misverstand zou mogen bestaan hierover, dat wij dat met u uit de wereld helpen en vaststellen dat de leiding van de centrale bank, dat de rechtmatigheid nooit in het geding is geweest, ook niet in de overgangsperiode. En dat zolang er die governor op post is, dat de bank in- en buitenrechten vertegenwoordigd is. De bewindsman zegt dat bij het stellen van vragen door leden van het parlement er gelet moet worden om de schade die daarmee gecreëerd kan worden. Internationaal kwamen er telefoontjes naar de moederbank om te vragen of de leiding rechtmatig is. Dit heeft volgens Ragubarsing ervoor gezorgd dat het internationale betalingsverkeer in het geding kwam op dat moment.